Hey, hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe GTA video. Jongens, we zijn er weer en ik ga weer een leuke GTA streampie of in ieder geval een video voor jullie opnemen. Of was van tevoren, jullie weten het. Momenteel zijn er geen livestreams meer. Ik zit eigenlijk een beetje in tijdnood, dus ik denk niet, ik weet nog niet hoe lang deze livestream wordt, want ik ben een beetje in tijdnood. Ik moet eigenlijk nog vlog online zetten en ik moet nog editen, dus ik heb eigenlijk niet zoveel tijd. Maar ik wou toch nog even een GTA video opnemen, speciaal voor de liefhebbers. Want er zijn altijd wel liefhebbers die het leuk vinden om naar mijn GTA video's te kijken. Dus bij deze. Ik weet niet wie er komen, Ramon is ziek. Rob, weet ik niet wat die komt. We gaan het zien allemaal. We gaan in ieder geval kijken of we. We gaan in ieder geval kijken of we er een leuke video weer van kunnen maken. Ik moet heel snel mijn tank in. Oh, dan gaat u helemaal omlopen. Ik vind dit altijd een beetje link, want er zijn altijd wel gasten hier in de buurt. Ja, dag meneer BK. Daar heb ik even geen zin in. Daar stond hij dus, ik dacht al. Hoppakee. Nou, die duim ervoor, dat is mooi. Dan kan ik op mijn gemak even naar de pier rijden. Nou ja, ik wil eigenlijk wel eens even op een ander stukje. Want die pier die heb ik nou ook al 300 keer gezien. Ik ben altijd de plek naar de busstation ben ik altijd kwijt. Die zat hier ergens. Of moet ik nou weer verder wezen? Het is in ieder geval een tunnel. Waardoor je naar de snelweg gaat. Nee, hier is het niet. Hier is dat restaurant. Het wegrestaurant. Ik ben altijd een beetje in de war. Hoe ik nou ook weer het beste moet rijden. Ik moet toch denk ik hier even naar, want dat is daar. Ik denk dat ik toch even die kant op moet rijden. Nou, kijk eens. Ik ben er gewoon naartoe gereden. Hier is het Desbound hout. Dit vind ik ook altijd wel een leuk plekje om naartoe te gaan. Want er staan volgens mij geen bussen nou. Nee, er staan geen bussen. Oh, kom jij nou weer, kom jij nou weer doen? Wegwijzen jij. Ga. Oh, dat is niet zo handig wat ik nou doe. Dan neem ik jou ook maar lekker even mee. Dat moet ik niet te vaak doen. Yeah.
komt er volgens mij eentje achter mij aan. Zal ik eens naar hem toe rijden? Want er rijdt er eentje achter mij aan, jongens. Ik zie er eentje achter mij aan. Waar is die? Het kan ook zijn dat hij nou weer gelijk terug gaat. Shadow Scopus. Oh, daar is die. Oh, ja, nou heb ik wel de bus nog weer volgesloopt. Dat was nou niet de bedoeling, want ik heb me weer geld. Die helikopter dan? Oh, daar was de helikopter. Muurtje zit er net voor. Oh, ga je dat bedouwen? Wacht maar even. Zo, even een beetje ingang met je maken. Oh, kijk eens wat een mooie vrachtwagen. Hoppakee. Oh, dat gaat niet. Ik denk, misschien kan ik er overheen schieten, maar dat gaat niet. Thank you.
Hé, hey, dan leg ik ineens op zijn kantje. Dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Zo, even die een beetje aan de kant. Oh. Ik heb een lekker lak aan. Bam! Oh, die schouw. Nou, die is echt gouden benen genomen, die was bang. Komt-ie. Pielen, kom naar buiten, kom. Thank you.
ga een gok wagen, maar nee, dat kan ik beter niet doen. En dan komt hij naar buiten, die gek. Dat dacht ik al. Hij gaat naar buiten en dan gaat hij. Hier, nou heb ik hem wel. Hè? Hoe kan dat nou? Ik had hem tot dood geschoten. Waar is die helikopter dan? Oh, die gaat nou weer daarheen. Kom dan. Kom nou met die helikopter. Oh, die helikopter weg gaat weer niet. Haha, hij staat in de fik. Thank you.
Wat een chaos weer, jongens. Wat een chaos. Weer perfecte chaos. Wend hem maar aan. God, die lul. Hoppakee. You need something, huh? When you ride? Let me know. Doe mij maar even de proto. I'll bring it to you. Nee, dit is geen parkeerplaats. Ik moet eigenlijk een parkeerplaats hebben. Een plekje waar ik even gewoon even mijn autootje staat. Waar ik even mijn auto lekker naar achteren kan rijden. Hier achter volgens mij misschien. Even kijken hoor. Daar is het ook niet. Daar gaan we hoor. Oh, dan ga je weer opnieuw beginnen. Puk.
Dat is niet zo slim van me dit. Kijk, ik had beter hier ook in wezen, kijk. Oh, dan moet ik wel een beetje zo rijden. Nou, ik heb het fysiek. Ik heb het fysiek, jongens. Ja, ja, ik weet het. Ik heb het fysiek. Nee. Nee, dit is niet echt een lekker plekje om achteruit te rijden. Ja, ik zie je. Dat bedoel ik. Nee, ik heb het fysiek, jongens. Ik heb het fysiek. Ik heb het fysiek. Ik heb het fysiek. Jongens, ik heb het fysiek. Ik heb het fysiek. Dat ging niet goed. Ja, niet alle challenges gaan goed, hè. Niet alle challenges gaan goed. Af en toe heb je ook wel eens een slechte challenge tussen zitten. En dit was toevallig een niet zo beste challenge van me. Hoe kan het nou dat ik met een bundel van de GTA 5 Great White Shark Card. Dat heb ik helemaal niet. Ik heb helemaal geen. Hey, kijk eens jongens, dit is lekker, 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 lekker. Een public session. Helemaal voor mij alleen. Die moet ik hebben. Ga ik even snel even twee mensen uitnodigen. Dat is in ieder geval, die ga ik in ieder geval even uitnodigen, dat is, die ga ik ook even uitnodigen, Send Game Invite. Kijk, dan hebben we even wat gasten. Ja, voor de rest ken ik niet echt iedereen meer. Ik kan Geronimo uitnodigen, maar ik denk niet dat hij komt. Nee, dat was hem een beetje, maar dat maakt niet uit. In ieder geval heb ik even wat gasten uitgenodigd. Hoppakee. jongens. Het is allemaal wat. Vast maar wat. Login. Vehicle cargo moet ik hebben. En ik moet dan een source vehicle. De Roosevelt Veler moet ik jatten. Ja, is goed. Nou, die assistent heb ik even niet nodig. Ik moet gelijk naar Office Garage 1. Pink. Kping. Alright, you're going to need to do some detective work on that. Ah, detective work, dat is lekker. Ja, oké, toppie. Gaan we eerst eens even Ramon uitnodigen voor de party. Hier hebben we Ramon even een uitnodiging gestuurd. Uitnodiging voor de spelertjes. En dan gaan we eventjes Ramonski even uitnodigen. En wie gaan we nog meer uitnodigen? Nee, meer niet. Oké, Ramonski. Hop. Oh, dat is de verkeerde knop. Hop. En dat is helemaal top! Oh, dan moet ik wel even natuurlijk even kijken op mijn telefoon naar de foto, hè? Anders weet ik niet waar ik moet zijn. Hey Ramonski! Paletto Forest, oh my god, het is weer zo'n ontiegelijk tering aan het rijden.
is het Adriaanse? Ja, dat is weer een Enter rijden. Oké, dat is. Even kijken hoor, dit is die. Even kijken. Dat is dat, dat is dat, dat is dat. Harmony. Serrano Desert. Mout Klit. Hé, hey, daar heb je Mout Klit weer, hè? Mout Klit. Ja, ja, een hele grote Mout, hele grote klit is dat, jongen. Mout Klit, hè? Mout Klit. Ja, dat vind ik altijd leuk als ik dat zeg, hè? Mout Klit, hè? Een hele speciale. Hier, met, ja, ben ik weer, hoor. Weer bij Mout. Hier, ik ben weer bij Mout Klit. Ja, maar, Mout Klit, hè? Dan is het ook vooral een speciale klit. Ja, dat is een hele speciale klit, is dat, hè? Dat is Mout Klit, hè, is dat. Mout Klit. Wacht even. Ik krijg er de ziekte van. Ik ga dit gewoon even op, via Google ga ik het gewoon even opzoeken. Oh ja, ja. Paletto Forest. Waar zit hij op de map? Paletto Forest. Kijk, zo doe je dat gewoon, hè? Gewoon even opzoeken. Paletto Forest. Oh, die zit helemaal bovenaan. Helemaal bovenaan. Oké, okay, even wachten hoor. Gaan we even hier naartoe. En dan heb je hier heb je zo'n gek uitwerpseltje. Even kijken, dat is denk ik Hiro. Nee, dat is daar niet, dat is Hiro. Nee, ja, Hiro. En dan moet ik wezen, even kijken, Daro. En dan moet ik ongeveer hier wezen. Ongeveer daar is het. Paletto Forest. Waarom ga ik nou eigenlijk die kant op? Ik moet gewoon die kant op. Dan gaat het een stuk sneller. Op, bergje af. Ja, een hele speciale berg is dat, hè? Mout Klit, hè? Dat is een hele speciale berg is dat, jongen. Een hele speciale berg in GTA is dat, Mout Klit, hè? Ook, af en toe is het ook een hele natte berg, hè? Af en toe is het een droge berg, maar het kan ook af en toe een hele natte berg wezen, hè, Mout Klit. Ja, dat is een hele speciale, is dat, joh. Ja, en als het eenmaal gerust is, dan is het precies heel onderdompeld met deze klant. Ja, joh. Ja, man. Zeik dat, man. Helemaal zeik nat, joh, die klit, joh. Die Mout Klit. Ja, het legt er precies aan, hè. Ja, leg erbij hoe die erbij legt, hè, die Mout Klit. Ik zal even kwart uit mijn controle gaan, dan ga ik het aanhouden. Nou, tot over anderhalf uur, hè, dan ben ik weg. Ja, nee, ik ben er zo met geweest. Tot over anderhalf uur, hè. Doei! Ik ben er dan. Ik ga eigenlijk wel een beetje dingen eigenlijk. Ik ga zo een beetje mijn berichtjes sturen. Maar dat is wel. Ja, dan zeg ik gewoon over een uurtje of zo, dan ben ik alweer. Over anderhalf uur, dan ben ik er wel, hoor. Ik maak het ook niet te laat, want ik moet nog even een video editen. Ik heb nu 37 minuten bij al aan het streamen. Ja, precies, dat is goed. 37 minuten aan het opnemen. Ja, nou, kom op! Kom op, kiele, kom op, kiele, kom op. Hop. Ja, daar staat hij. Kijk nou eens eventjes, zeg hé. Hij staat precies waar ik hem wil hebben. Hoppakee. Hup, en dan gaan we eventjes hup, en dan ben je. Nee joh, ga niet op die auto staan, ga er gewoon. Ga nou niet op die auto staan, ga er gewoon in zitten.
gaat hij er helemaal op lopen klimmen. Je moet gewoon instappen en wegrijden. Dat het een beetje te doen is. Weer voor niets moet. Ramon! Ramon, van ja, dat kan ik op zo'n kantje wel lezen, hè? Van eigenlijk had ik het al een aantal minuten geleden had ik het al eerder ook al een keertje. Ik wil even nog aan het andere doorgeven dat ik nog even heb. Ik weet nog even nog, maar misschien kan het zijn dat ze het best goed begrepen. Zal het niet begrijpen, de kind. Dan wat goed erin, dat dan dus. Hey Ramon! Ramon, monsieur Ramon, en monsieur Ramon dat die is, jongen. Het is hele monsieur Ramon, hè? Ja, en ze zitten met je. Ja, zieke Ramon, hè? Zieke Ramon, hè? Zieke Ramon, hè? Heb je hele ziek pak aan? Zieke Ramon. En ziek dat hij is, jongen, heb hij heel net pak aan en zo. Trekt hij heel net pak aan en zegt hij, ja, ik ben ziek, hè. Ik ben helemaal ziek, ja. Mooi ziek, hè. En wanneer kom je nou weer werken? Morgen alweer? Als het een beetje mee zit, op z'n vroegst, denk ik maandag, denk ik. Ga je maandag pas weer werken? Nou, als je nou maandag komt, dan trek je net te pakken aan, dan zeg je nou, ik ben er, maar ik ben nog steeds ziek, hè. Ja. Gewoon heel net pakken aan, stropdas om, overhemdje aan. Het kan misschien wel zijn dat ik misschien ergens binnenkort, ik weet niet van hier, maar in ieder geval, kijk, dat ik dan nog, maar dat ik ga. Ja, maar dan ben je wel ziek, Ramon, hè, ziek, hè. Ziek, ja, dat hij is, jongen, dat kind. Ja, ziek, op zijn ziekje. Ja, naar de verzuipcoach. Hoezo? Ga je bij die coach lopen zuipen daar zo? Daar ga ik ook mee. Dan wil ik ook. Ja, ik wil ook mee naar die verzuipcoach. Gaan we lekker zuipen daar zo op zijn kantoor? Hè? Ja, helemaal dronken daar, jongen. We gaan nog niet naar huis. Nee, ik vind het gewoon leuker om naar de verzuipcoach te gaan. Lekker op een zuipen zetten daar zo op de kantoor, jongen. Lekker, we gaan nog niet naar huis. En mijn moeder is niet thuis. En dan is het ook geen pluis. Ja, en ze woont niet in Hellevoetsluis. Ja, la 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 la. Ja hoor, dat is meeste schade mee door die vuile. Ja joh, vuile achterlijke kut. Ja, vuile stomme kuthoer. Ja, eigenlijk zo gezien was het eigenlijk mijn bedoeling dat ik vanaf dinsdagochtend wou ik eigenlijk naar mijn club gebracht, dat ging niet echt meer worden. Toen werd ik best wel met veel kap in mijn rug gewakker. Dus ik dacht dat ik zo van, nou, we gaan het niet meer doen. En dan werd ik er een eigen club. Dus ik heb het bijna van geen keer gehoord. Ik dacht, lekker vakantie, hè. Ik zie je dit keer zie je lekker in de Zwitserse vakantie. Nee, het is niet echt vakantie vieren, hè. Dit is meer even een beetje uitrusten, hè? Om een goede reden even een rug weer wat rustig thuis even. Ja. Maar aan de ene kant wil ik ook niet te lang thuis zitten, dat heb ik net van de rug. Nee, dat kan je ook weer niet maken, hè? Nee. Nee, dat kan je ook weer niet maken, hè?
Nee, dat ga ik maandag weer proberen. Ja, gaat dat maandag maar eens even proberen, hè? Ja, dat moet je. Goed, goed, goed. Als ik het even deze week nog een beetje rustig heb, dan moet het wel een beetje kunnen. Ja, hé, dat moet een beetje kunnen, hè? Dat is helemaal chips, hè? Oude biljartbal. Mooi, hè? Heb jij weer gemist, hè? Oh, staat de shake hier. Ze shake wat doen. Zou je moeder ook? Ja, dat is ja, ik had hem weer bij me vandaag hoor, die Bami-bal hoor. Die Bami-app, hè. Ja, die kansloze. Ja, precies. Die gozer dat hij zegt van... ja, weet wat nou, dan ga je fietsen, hè. Ik zeg, ja, maar Wim die is helemaal niet op de fiets. Of Wim die is niet met. Nee, hij haalt over autorijden, hè. Ik zeg, ja, maar Wim is niet met de auto. Ik zeg, maar ga je nou ook met je fiets dan naar de benzinepomp om even te tanken? Ja, dat doet hij ook, hè. Oh ja. Dus als hij Sander tegenkomt op de fiets bij de benzinepomp, dan is hij even is die fiets even aan het volgooien, hè. Ja, oh ja, zoiets zeggen van dat is een. Ja, ja. Ja, hij gooit gelijk zijn fiets vol, hè. Ja, dat is het. Nou ja, ik denk als je dat nog met automachine wil... Ja joh, gewoon doen joh, gewoon huppakee, gooi even je fiets vol met benzine. Het is alleen met je moeder als dat voelt, maar... Het is alleen met je moeder, denk ik, maar... Ja, of hij moet je zelf erop halen en dan in die ijzeren gat doen. Ja, ja... Lijkt dan eigenlijk te liggen. Ja. Ja. Dat is niet hé. Helemaal super hé. Helemaal super hé. Dat is een hele goeie hé. Ja, dat voel je. Super, maar dat is het ook, hè. Een top, super toppie. Hey Ramon! Hey Ramon! Mooi, hè. Of... Dat is een mooie, hè. Ja, nou eens rinkel de kinkel. Ja, ik ben. Dat is niet niks. Ja, voor de verandering, hè. Voor een hele goede verandering, hè. Een hele goede verandering, jongen, dat het is. Ja, dat kan ik nog even zo kan geven. Dan mag je dat ook niet aan. Oké, we gaan zo, hè? Ja, zo. Dat is niet niks. Nou, ik wil even een autootje gelijk maar even wegbrengen. Dan moet ik er weer wat poen in kassen. Eens even kijken, de toprand. De toprand moet ik even hebben, Ja, dat is hem. Ik heb er maar eentje, dus ik kan die even gelijk wegbrengen. Dat ding. Een beetje hier en daar en overal.
En van de Anna is opnieuw op Mitri. Oké, ik zal wel weten. Anna? Ja, een van de Anna is nieuw op Mitri. Oké. Mimi. Op Mimi, hè? Op Mimi. Op Mitri. Op Mitri. Ook goed, hè? Ook goed, hè? Ja, dat schijnt zijn een van de representanten zijn die zoiets heet. Mitri. Dat is niet niks. Nou, dan gaan we dat autootje maar even wegbrengen, hè? Ja, precies. Dat schat op je hoop. Hey, Ramon! Oh ja, dat is niet niks, dat is niet niks. Kan maar zo'n goede kantje zijn, hè. Ja, ook een super. Dat was zo, even kijken. Zo. Check. Tuut. Is je niet gek geworden? Tuut. Boeien. Dat weer mooi, hè. Super. Het kan heel mooi weer voor de zon. Even checken, zo weer pietje. We gaan het wel zien, hè. Ja, een topje. We gaan het wel zien, we gaan het wel meemaken. Ja, of wat ik dat hè, als je niet meemaken. En meemaken wil wat het wordt, zo zeg ik. Is mooi. Helemaal super de super. Niks. Zo, even een beetje gas erop. Ja, nog harder. Oh, er komt de auto aan. Oh. Blijf op je eigen weg helpen. Goed, zo. Hoppakee. En dan hier even je vito. Dan raak ik zo op de goede kant van de weg helft. Zo, dan is dat een ruik like een botsing, hè? Ja, dat wordt ook niet best een en de route van Ed. De route van Ed dat je hebt. Ja, oké. En dan zoek ze maar. Ik ben mooi, ja. Oh, wel op de goede baan blijven. Oei, bijna botsing. Gas erop. Hier kan ik aardig door tuffen. Hier moet ik weer even wat rustiger aan doen, want hier zie ik weer auto's. Ik heb zo'n gevoel dat deze... Oh, dan ben ik voorbij. Dag eventjes. Oh, E25. Nog. Top, even lekker die auto wegbrengen, dan krijg ik weer wat money. Ja, dat is
super. Toen we wat geld verdienen, hè, want. Ja, dat was ook nog een fatsoenlijk kantje. Zo, die komen ook gevaarlijk Algerije nu tegen liggen. Nou, dat is ook een beetje wel dat er niks is. Dat is een beetje op niks. Hier is weer druk hoor, hé. Een druk weg hier, hoor. Hier is wel wat minder druk, gelukkig. Hoppakee. Hup, even die auto wegbrengen. Hier nog een bochtje naar links, of naar rechts, en dan weer een bochtje naar links. Hoppakee. Hoppatap. Hoppatapper. Oh, kijk uit, want er komt nog een auto aan, anders heb ik op het laatste bochtje nog een schade. Ja, nou, schadevrij. Huppakee. Ja, en dat zijn er weer 100.000 Pieterman erbij. Ja, dat is een beetje goed of anders. Hoppakee, en weer geld in de pocket. Dat is ook niet verkeerd, dat is ook heel mooi. Een beetje iets goeds hebben dan anders. Oh, wat doe ik nou? Ik moet wel naar Pidalo Incorporated gaan, hè? Ja, dat een beetje te zeggen. Dat is mooi. Super. Zo, mijn eerste auto is alweer ingeleverd. Ja, dat is ook heel mooi. Dat is ook niet. Dat is gelukkig ook. Ik kan even langs de casino. Ik weet niet of het gaat ontspannen, denk ik. Ik weet niet of dat ik al 24 uur verder ben. Maar ik kan het even proberen. Arcade, casino. Dan is wel even bij de casino even kijken. Ik weet niet of dat het al 24 uur geleden is voor mij, maar ik ga het gewoon even proberen. Lekker. Moet ik eventjes aan het rot draaien, het zou wel lekker wezen. Ik heb... Ja, die motor die hoef ik niet hoor, ik vind het een lelijk ding. Ja, ja precies. Die motor, dat, ja. Dat is niet altijd anders. Nou ja, ik vind hem niet mooi. Ja, dan lekker kringen en dan zit een super goed bestellen. Of misschien anders een... Ik heb liever het geld. Ja, dat is ook maar niet goed. Dat was nog namelijk de eigenste plan. Hoe meer geld ik dan heb, hoe meer kan ik ook wel zeggen. Dan moet ik het niet. Dit is mijn zo goede dienst. Zo, ik ben nog bij de casino. Oh, kijk, er staat weer een portier, hè? Dag, portier. Zo, hoppakee, ik heb de portier alweer doodgeschoten. Ja, dat is een mooie actie. Dat doe ik altijd, hè? Ik schiet altijd eerst even de portier even dood, hè? Dat is ook al niet verkeerd. Vind ik gewoon leuk om te doen. Even lekker de portier even neerknallen. Wat is er zo met de Dat is
Dan is het voor de vriend uit. Alles voor de vriend. Nee, ik kan nog niet. Nee. Oh, wel, ik kan wel. Ja, ik kan wel. Ja, dat is mooi. Nou, dan gaan we heel zacht rondje aan het rad draaien en dan win ik de... Even verder. Ja hoor, 40.000. Lekker man. Kijk, dat wou ik hebben. Dat is mooi meegenomen dat ze, dat was een beetje. Zie je, ik wou die auto niet winnen, ik wil gewoon het geld hebben. En ik vind die motor, die vind ik toch niet mooi. Ik heb liever het geld. Zo, maar dan sta ik wel gelijk op 50.000 sta ik nou. 500.000 heb ik nou. Ja, dat is een normaal meegemaakt, dat is mijn beter geen zomers. Dat schiet het wel weer op. Dan met goede appels anders natuurlijk. Zo, nou ik ga het alweer. Hey, hij leeft. Nee. Niet weer naar binnen gaan. Nee, niet naar binnen gaan. Even tiet. Hey! Ja, weer de portier dood. Ja, ik moet gewoon die portier dood maken. Dat is mijn handelswijze. Hè. Even de portier even doodschieten. Oh, dat kan ik ook gelijk even doen, ja. Dat kan ik ook gelijk even doen. En dan gaan we eventjes naar Headhunter. Mooi. Ik ga gelijk maar even headhunteren. Dat is ook wel even leuk. Oh, er is al eentje vlakbij me. Daar rijdt hij. De headhunter. Hallo. Bam. Bam. Bam, dat is wel één. Dat is wel één die ik al doodgeschoten heb. Dan gaan we naar de tweede. De tweede staat hier. Gelijk even headhunteren. Dat levert ook weer wat geld op. En overal waar je gevecht kan kijken, dat is wel weer dubbel. Dat wil zeggen, dat zit het weer op je. Dat kan ook doen voor je. Even kijken. Oh, dat is de verandering. Dat is een goede zaak. Ja. Een goede zaken dat die heb, joh. Sander, die is kaal. Bam! Wat wil je met z'n z'n? Waar ben je? Parle boef. Hier, en dat is nummer 2 al. Ik moet er naar nummer 2. Hoppa, en dat is ook weer een target. Nou, de laatste. De final target. Targets doodgeschoten. Ik heb er weer 2100 bij. Hoppakee. Oh, ik ben al. Ik moet hier wezen. Ja.
Dat is natuurlijk een heel leukje, dat is dat weer poen, hè? Hoppakee. Ja. Mooi, hè? Tut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 
Hey Ruud. Ruud hè, met zijn Blackberry, hè. En ja, ja. Heb gelijk op zijn Blackberry zitten. Misbank Deposit. En dan gaat dit op de rekening. Pats. Hoppakee. Hoppakee, en op naar de volgende auto. Ik ben gelijk weer even geld aan het verdienen hoor. Ja, dat is natuurlijk maar leuk. Dat is helemaal de super. Even checken. De E31. De E31 moet ik hebben. De E31. En de super. Ja, even piepen, zo gecheckt hè. Dribbelen! En dribbelen wat hij doet, joh, dat kind. Ze tellen dacht te dribbelen, die baby. Dribbelen wat hij doet, joh, dat kind. Hé, dribbelen! Dribbelen is mijn vriend hè. Ja, dribbel. Hé, hey, grote vriend. Okay, the owner of this car is willing to give it to anyone who can beat his point-to-point personal best. Get out there and beat me. Oh, dat is weer een race. Nou, dan moet ik niet zorgen dat ik weer die ding brood schiet, zoals gisteren. Gisteren schoot ik die wagen verrot. Dat was niet de bedoeling. Nee, was met mijn oppressor hoor. Maar toen schoot ik per ongeluk verkeerd, toen schoot ik mijn ding kapot. Nou, kom op, hoppakee. Ja, daarheen, juist, oké, hoppakee, rechtdoor. Naar school en kantoor. Rechtdoor en naar school en kantoor. Tip top top. Daar gaan we weer hoor. Dat moet een even checken. Ja. Checkie en daar checkie en overal checkie. Ja, en overal checkies dat hij hebt, jongen. Hij heeft overal van die checkies leggen, hè. Ja, als we van... Ik ga hem onder bovenal checkies leggen, jongen. En overal checkies dat hij hebt, jongen. Hij heeft overal van die checkies, hè. En dan nog ook gewoon iets nog goed van de gepakt, maar ze hebben het niet. En dat is ook nog best, denk ik. Legt hij overal van die checkjes neer? Dan is het wel goed dat ik maar niks aan het volgen, maar dat schiet hem wel neer. Dan met groeien hebben we op dus. Ah, ik ben er alweer bijna. Even kieken. Ik ben bijna op de plaats van bestemming. Dat is ook wel. Nog een klein stukje, daar ben ik, hè. Ja, ik zie er ook al, daar moet ik wezen. Ja, dat ga ik nou niet doen, ik ga nou niet schieten. Hoppakee, jup. Hallo. Zo. Dankjewel voor de auto, jongen. Ga je met dingetjes lopen? Ga je lopen dingetjes? Hier. Zie ik even kogel door je kop heen, ettenbak.
Oh, agressief. Dan moet die auto aan me geven, dat wilde hij niet. Ik heb die heb ik eerlijk gewonnen, ja, die is van mij. Dat is mijn auto. Hoppakee, zo, hoppakee. Up. En dan hier links. Beter goed anders. En dan hier links. Mooi. Even checken, dat is niet. Oh, gelijk al op een schiet op, maar. Oh, dat is toch een kutwapen, joh. Ja, doe dan een waarom heb ik nou zo'n kutwapen ineens? Ja, heb ik ineens zo'n kutwapen waar je niks aan van heb. Ik moet gewoon zo lekker gewoon een happetapper. Zo'n happetapper geweer moet ik hebben. Gewoon zo'n lekkere happetapper. Dat is een happetapper weer. Kijk hier, oh. Pat. Hier. Ik schiet de bal uit je broek. Ja, zoiets zeggen, een kebangbaks. Kebangbaks. Oké. Even kijken. Wat heb ik hier voor de film? Ja, joh, tuurlijk, joh. Hier, motherfucker. Ja, dood. Ramt die expres mijn auto, hè, dat ik schade heb, hè. Die etterbak. Maar als hij nou expres mijn auto raakt, die etterbak, raakt hij er expres tegen. Kom maar, poelen. Kom maar, papa. Zit er ook een... Zet er eentje daar achter mij. Oh, ga weg. Hier, oh. Kom maar, poesie. Kom maar, papa. Kom maar. Hier. En hier. Bavaria bier. En Bavaria hier. Oké. Okay. Zie je. Oh, je was al dood. Oh, sorry hoor. Boy, nou, dan gaan we op de volgende wachten. Joehoe, hallo. En zeg ik echt hallo voor. Ja, ja. Ah, daar heb je een mooi, Ga ik even hier staan? Kijk, daar komt die. Ja, ga bukken, vriend. Inventory. Nee, snacky. Snacky. Ik heb idee wat een goed idee. Een beetje zo, een beetje zo. Een beetje wel wat, hè? Nou, komen er nog meer koekenbakkers? Ja, dat is goed. Dat is een goede idee. Echt een kietje, hè? Dat moet je zien wat ik heb. En door. Ik zit even te wachten tot... Nou, voor mij komen er geen koekenbakkers meer. Waren dat alle koekenbakkers? Nou, dan ga ik naar de auto toe. Ja, misschien zijn ze wel uitgekoekenbakt. Ja, ze zijn uitgekoekenbakt, hè, die koekenbakkers.
Ik zal dus even wachten tot iedereen weg is, maar er komen geen mensen meer nou dus. Dat is mooi, dan kan ik eventjes hop, deze auto even pakken. Dit is Herman. Nou, dan gaan we deze even terug brengen. Dan gaan we deze even naar mijn garage brengen, hè? Deze auto. Hè? Hoppakee, gas erop. Ga weg met je Michael Nicht auto. Ja, Michael Nicht. Ja, kansloos mannetje met passie, uitstraling in haar. Borsthaar. Borsthaar. Ja, borsthaar. Nee, borsthaar, hè. Ik heb een beetje jeuk, een krabbelaar. Ik heb een beetje een onbekend meisje in spel die op z'n woord moet met Jongens, wordt wel gezien van, gaan we eens mitrieur pakken hoor. Dan zegt hij weer mitrieur, hè. Gelijk weer agressief, gelijk weer zijn mitrieur erbij pakken. Vind ik dat wel weer een beetje jammer hoor, Ramon, dat je nou weer gelijk je mitrieur erbij moet nemen. Maar nou weer gelijk zo agressief. Die mag nog even op mensen afreageren die vrouw waar ik aan hebben. Ja. Ja. Zo, hoppakee. Die auto is ook weer binnen. Ja hoor, weer Rockstarfield. Godzijdank, dat is al de derde dag. Ja, dat u weer niet saved. Flopstar. Ja, Flopstar. Echt Flopstar, jongen. In plaats van Rockstar, Flopstar.
ja, precies. Zo kansloos, hè? Ja, precies. Ja, die Rotter, dat is helemaal geen... Yes. Weer zo'n vloer een safe field. Daar word je er gek van elke keer. En daar is securely. Die roept die zo'n verkeer bezig elke keer. Ja. Die roept die zou een keertje maar. Precies. Als we ermee een keertje ging stoppen, dan had het gebeurd. Ja, en ik kan hem gelijk weer wegbrengen, die auto. Huppakee, de E31 gaan we wegbrengen. Hé, hoe kan dat nou? Oh, ja hoor! Dan kan ik die auto weer niet wegbrengen, omdat die kutsafe vel erin zit. Dan kan ik die auto niet wegbrengen, omdat die storing erin zit. Dan moet ik eerst wachten tot die... tot hij een goede safe geeft. Ja, dat kan ik dus zo jammer weer, hè? Ja, dat is een beetje zo'n klutter momentje. Nou, dan gaan we even wat anders doen. Ja, dat is maar. Nee, als je die safe field krijgt, dan kan je die auto's niet wegbrengen. Ja, dat was inderdaad ook kut. Dat was geen. Dus dan moeten we eerst weer even wat anders gaan doen. Ja, en dan met 32 heb ik nog even maar even zien. En dan is het maar iets van. Dan wat groen nog heel anders dus. Waar de wind is, is het. Nou, dan gaan we nog maar een keertje het hunter, hè. En toch. Ja. Er wordt in de groep wordt gezegd, dus Marco wil zomaar alvast van deze maken. Oh, oké. Okay. Zal het doen. Maar rijdt hij nou ergens? Zo rijdt daar helemaal. Bam, dat is eentje. Bam, dat is twee. Bam, dat is drie. Mrs. Angela, hè, die dat zegt. Ja, tuurlijk joh, word ik doodgeschoten. Klootzak. Maar dat is even geen idee meer, dat weet ik niet. Schiet die tering laai in me dood. Ja, dat is fout de boel. Dat is fout de boel, hè, dat mag niet, hè. Nee, dat is daar word ik niet blij van, hè. Dat is een foute shit. Ja, foute chips, hè. Ja, foute chips. Dus we zien dit iets. Even kijken. Leuk om te zien. Een beetje. Een beetje van ditje zijn wat je het gedaan. Ja, een beetje patatjes. Hè. Ja, ik kan het knokken nog een beetje. Ja. Hé, hey, waar ben je nou? Oh, daar ben je. Bam, en dat is weer een target dood. Nou, ik doe maar twee targets te gaan. Ah.
dat was ook een target. Nou, de laatste. Lekker soepel, hè? Ja, lekker soepel, jongen. Misschien kan ik nog Ga naar weg. Jij staat zo. Hoppakee, zo. En weg. Goed zo. Oké, so this car isn't. Nou, nog steeds C-filt, dus ik kan nog steeds die auto niet wegbrengen. Godverdomme. Hallo, zo, even de winkel in. En nou, opschieten met je geld, want ik zie je hele toko's die ik heb gegooid. Opschieten. Hoppakee. Puntje voor puntje, anders had hij niet in het ook weer. Nee, dat is wel over die geef heel goed. Puntje voor puntje, dan had hij niet in Miepie van Miepie. Miepie van Miepie. Op zat je dat. Ja, chakra. Even lekker tussendoor bij te pakken, zo. Want het is heel erg bezig. Allemaal tussendoor bij te pakken, zo. Zo, ik zal lekker hoog op mijn flatgebouw sta ik. Ja, dat is ook niet verkeerd, dat doe ik niet meer. Op het allerhoogste flatgebouw of op een van de hoogste. Ja, op die flatgebouw die, van die flat die ze aan het bouwen zijn. Weet je wel, vlak bij die metro. Daar sta ik. Oh. Okay, ja, dat is ook, ja hoor, er komt weer een helikopter. Ah, nee, ik ben hem kwijt. Ik ben de politie kwijt. Nee, dus het is goed dat ik de politie kwijt ben. Ja, dat is ook. Ik ben lekker de politie kwijt, hè? Dat is wel een beetje. Hey, steeds succesvol, mooi. Eindelijk, dan kan ik gelijk die auto even wegbrengen. Dus dat was niet gek.
Super de Uper. Beter, kan ik even die auto bij brengen? Ja. Hotse flotsie. Zo. Een beetje slaap. Dat is mooi, ja. Slappertje hier, slappertje daar. En ook wel slappertjes. Slappertje hier, slappertje daar. En ook een vrouwtje van de slappertjes. Allemaal van die slappertjes, hè. Ook vooral voor mensen die dat niet hebben. Of was er mensen die dat niet hebben. Zo, top range. Hoppakee, en hoppakee. Ik ga hem eens een keertje helemaal geel maken. Vind ik een keer leuk. Yellow wil ik hebben, yellow. Ja, er is yellow. De yellow class. De yellow class. Yellow class, Of zeggen die Jelle Klaar of zoiets. Jelle Klaar, hè, Jelle Klaar. Zo, ik heb een hele gele auto. Oh, dat is inderdaad niet verkeerd. Dat is een soepje. En, oh, vloekje. Zo is goed, horen. En light, huppakee, en... neonkitje eronder, ook geel. Livery, dat doe ik niet, want dat vind ik niet mooi. Custom. En spoilertje erop, hoppakee. En windowtjes tinten, hoppakee. Nog even wat mooie velgen eronder. Dat is goed. En dan yellow. Oké. Hoppakee, gelijk weer schade, hè. Gelijk weer ontmaagd van de schadevrij, hè. Ontmaagd van de schadevrij. Ja, super. Oh, ga je middenvinger opsteken naar mij? Wacht even. Oh, hij steekt zijn middenvinger op naar me. Wacht even hoor. Dan moet ik even wat te doen. Zo, hier, oh. Schiet je zo van je motor af, idioot. Ja, hij stak zijn middenvinger naar me op.
dat pik ik niet. Beetje je meer dingen naar me opsteken. Ben je allemaal op zo'n gebied? Dat is ga ik een kogel door de kop heen. Ja, Bob. Ja hoor, en ontmaagd. Ja, ik heb nou schade door die kutauto die me raakte. Dief is blij, hè. Ja, weer meer schade. Mijn schade vrij je ontmaagding, hè. Dat is kut, hè. Af en toe is het echt kloten. En ik stond op 51. Boom. En dan sta ik op 61. Nou, sta ik op 61. Oh, je bent warm in de buurt, ik zie je voorbij rijden. Op de kaart. Ja, dat is het. Ik denk dat het is. Weer 2000 erbij gehad voor goed gedrag. Hoppakee. Voordat ik het uitwerp, dan moet ik naast de aantal minuten iets alweer voorbij. Dat maakt niet meer. Nee, ja, het schiet niet op. Dat is niet gek, hè? Ik heb nou weer 61.000 heb ik nou. Ik ben alweer onderweg naar 1 miljoen. Ja, ik moet wel 1 miljoen hebben op de bank, hè. Dan wat
ik ga dus even naar mijn nachtclubje. Even kijken dat ik daar wat sponsoring kan doen. Ja, precies, dat is een beetje te moeilijk. Ik heb ook wel wat gezegd dat ik dan. Loading. Even mijn populariteit van mijn nachtclub even wat omhoog vijzelen. Wat het een beetje te doen is. Ik heb ook weer wat goed hebben voor de film. Ik krijg ook weer meer geld daar. Ja, dan kan ik maar weer zo'n goede hebben. Oppie. Even checken. Zo. Hoppakee. Ja, 600 in mijn wallsafe, dat laat ik lekker staan. Ja, mooi. Dat is niet $600, dat vind ik nou niet echt genoeg geld. Even kijken. Werkclub, nightclub management, promote clubpie. Ja, ik ga even de club even promoten. Hè. I got an idea, okay? Nothing is more toxic to the modern nightclub than the property developer. They mean noise complaints, rising rents, bad shoes, and shutdown orders. And they're only here because we made it. Okay. Yeah. De shock, die man zit iets helemaal van de shock. Ja, helemaal in shock dat hij is. Ja, helemaal van de shock. Ik weet even niet, soms. Nou, waar is die droeptoeter dan? Oh, daar zo. Daar is die droeptoeter. Dat is mooi. Hoi. Even checken. En toen was mijn tijd in vol. Dat is wat mooi gezegd. Super. Dat was één auto. Is dat er ook nog ergens eentje? Oh, is die auto. Oh! Nou, dat heb ik dus verkeerd gedaan. Hij zegt smash op de auto's. En dan doe ik dat en dan... Nou ja, zeg. Nou, dan niet. Kudding. Even checken. Nee, that might have had the opposite effect. Ja, hou je bek maar. Kut homo. Hij zegt smash op de auto's en dan doe ik dat en dan is het niet goed. Nou, dan niet joh. Ga ik gewoon nog een keer proberen. Ga ik nog wat anders proberen. Dan mag ik... Oprotten! Lekker. Mm.
Ja, prut. Daar moet ik ervan. Kijk ik nou, ik heb er ook weer dan moet ik weer 2,5 minuut wachten. Dat pas weer de club opnieuw kan promoten. Dat schiet ook lekker op. Moet ik weer 2 minuten wachten, hè? Ja, dat denk ik dat het niet is. Dat mag veel wel. Even kijken hoeveel Show Goods nou staat. Die staat op 10.000, oké. Okay. Dan wacht ik nog even mee, want dat is nog iets te weinig, hè? 10.000. Zo. Gaat het, Ramon? Ja, dat is het. Zit u weer als dezelfde boeren, die Ramon? Dat doe je toch niet, Ramon? Ja, dat is ook even niks. Een boetje van eigen. Ja, de boetjes van Bute is dat, hè? Dat zijn de boetjes. De boetjes van Bute zijn dat. Ja, de boetjes van Bute, hè? Of ik kan zeggen, de boetjes komen van binnen naar Bute, hè? Ja. Zo boetjes. Heel goed, hè, geboet. Wat zeg je, een prut wat hij doet. Ja, een prut dat hij doet. Ja, ze zegt van ja, ik wil het normaal. Dat zit ook wel. Beter in een vrije buitenlucht dan in een benauwd gaatje. Ja, precies, dat gaat ook weer ook. Nog een minuut wachten. Het duurt zo lang. Het duurt te lang. Ik sta hier al een tijdje. Dat wat goede hebben van het zeg maar zo. Waar wil die zuster? En ik heb lekker pech. Ja, heb je pech. Nou, ik had wel pech, ja. dat was niet een mooie. Ik moet dat niet meer afgeven. Dat vind ik gelukkig niet, zo uitspunt. Zegt hij van dat ik die auto's neer moet schieten, schiet ik die auto's neer. Loop eens weer te klagen dat ik te veel van die dingen kapot maak. Wat een bullshit, ja, zeg hij. Echt een fucking bullshit. Ik wil daar. Oh, ik kan dat nou doen. He. Nou, dan gaan we nog één keer proberen. En als het nou weer niet lukt, dan kunnen ze de rambank krijgen, hoor. Want dan vind ik het belletjes. Wat gaan we nou doen? Oh, dan gaan we pootjes pakken. Ah, dat kan wel. Pootjes pakken even. Nou, kom op. Plak. Ja, dat weten we nou allemaal wel, chef. Opschieten, want ik wil even die pootjes plakken. Ik moet er 8 plakken. Ik moet 8 pootjes plakken. Plakje van eigen plakje. Akkie takkie, lekker plakkie. Ja, dat is wel van de goede orders. Tot. Nou, en waar is het dan? Even checken, let me see what I can do. Een auto is om de deur. Een auto is om de deur. Voor mij ben ik verkeerd. Voor mij moet ik boven wezen. Voor de goede zaken. Nee, ik beneden moet ik wezen, denk ik dan. Dan moet ik denk ik bewezen wezen. Ja, dat kan ik ook nog heel goed doen. Dat wordt goed.
Ja, hier moet wezen. Zie je, ik zei het toch. Hup, plootse plakkie. Hup, pak even die plootse erop op de muur. Hoppakee, zo. Hoppakee. Oh, die is geplakt. He, ik heb er één gedaan van de acht. Je place de poster, hè. Nou, dan gaan we de volgende poster even plakken. Jezus, nog verder weg, joh. Godverdomme. Nog verder weg. Jezus. Ben ik er nou al bijna? Ja, ik ben er bijna. Oh, ik sta vlakbij je, Ramon. Ja, hier ben ik, hè. Hallo. Kijk, hier ben ik. Hier ben ik, ouwe. Hallo. Ja, kijk, moet je even achter me aanrijden? Kijk, ik ga hier een poster plakken, kijk. Hier ook, pak ik hier een ploostertje. Waar is die ergens? Waar is die? Oh, daar moet ik wezen, daar moet ik wezen. Kijk, ik ga even een poster plakken op de muur. Hoppakee. Hoppakee, zo. Even een postertje geplakt, zo. Hoppakee. Dat is nummer 2. Wat zeg je nou, een poffertje? Een poffertje. Nou, af en toe is het wel lekker hoor, poffertjes eten. Ik hou er wel van, hè? Ik vind het echt lekker, poffertjes. Ik ben gek op poffertjes. Ik ben ook zo iemand die ook wel van poffertjes en ik vooral van pannenkoeken. Ja, pannenkoeken ook, vind ik ook lekker, ja, pannenkoeken. Dikke vette pannenkoeken, dikke vette pannenkoeken. Ja, pannenkoeken. Dan ga je van pannenkoeken eten en dan vallen je in de pannenkoeken. Zeg dan, hey, wat voor pannenkoek? Hey Marcel! Ik weet niet niks omdat super. Zo. Die heb ik ook opgeplakt. Zo, hoppakee. Weer een poster erbij. Je place de poster. Hier moet ik wezen. Hoppakee. En dat is de vierde poster die ik al geplakt heb. Hoppakee. Zo, weer een mooie poster op de muur geplakt. Zo. En dan gaan we naar de volgende poster. Nou, de volgende post-it. Heb je zo'n post-it? Is het moeilijk? Ja, die heb ik geplaatst daar. Zie je een paar woordjes die je niet echt. Ja, die. Zie je wat ze. Geen ding, zoals mijn man. Die terugdienst. Die hebben abonnees. Zoals ze moeten doen. Hoppakee. Oh, we gaan te ver. Hier ook. Ik plak er ook nog even eentje op.
Dat is poster nummer 5. Ja, presentering Solarun 25-8. Staat er op die poster. Die poster heb ik geplaatst. Oh, hier is er nog eentje vlakbij. Die kan ik ook gelijk even meepakken. Dan heb ik alweer 6. Zo, plak die poster. Plak de poster. Je moet zoeken. Hoppakee. Nu heb ik al 6 van de 8 posters geplaatst. Dat is ook iets wat we allemaal niet gekregen hebben. Dat is heel mooi. Nog 2. Een beetje, Ja, hop, en dan gaan we daar nog even snel naartoe. Hoppakee. Wat, was het nou, stupid choice of zoiets? Lekker. Ja, hier moet ik ook nog eentje plakken. Dat is nummer 7. Sander is aan al. 4. Zo, nou, de laatste poster. En dan is dit ook weer gebeurd. Ja, ik zou eigenlijk helemaal geen idee hebben. Ik zou helemaal geen idee hebben wie die persoon is eigenlijk die bij Sander op de foto zit eigenlijk. Sander op de foto. Want dan zie je maar een half gezicht die erbij zit. Welke foto? Op de groepsapp. Oké. Dan zie je volgens mij Sander en dan zie je nog iemand, maar het is wel heel moeilijk. Dat weet ik ook niet hoor. Ik ken die ook niet. Hij kent ze niet. Ik ken ze niet. Zo, hoppakee. En weer. En weer even reclame gemaakt voor mijn nachtclub, hè? Amazing! Everyone will see those. And they're practically free. Good work! Hoppakee. En weer, even kijken naar mijn arcade. Dan gaan we daar nog even naartoe. Gaan we nog even een potje darten. Daar heb ik ook nog wel even zin in. Hoe kunnen we dat zo? Daar moet ik maar een beetje reclame maken voor mijn nachtclub. Dan krijg ik meer geld, hè? Ja, daarom moest ik die posters plaatsen. Want dan wordt je nacht. Kijk, als je die posters moest ik plaatsen, want dan wordt die nachtclub weer bekender. Dus dan krijg ik ook meer geld, krijg ik ook meer inkomsten. Ja, dat scheelt ook wel weer heel veel. Dus het scheelt allemaal weer extra geld, hè? Ja, hoe populairder mijn nachtclub is, hoe meer geld je verdient. Ja, precies, dat scheelt weer op je. Dus dat scheelt weer. Nee, dat is niet zoveel verdiend, dat is dat. Ja, dat is niet niks.
Ja, ik ben weer bij Mouw Klit, hè. Ja, ik ben bij Mouw Klit, hè. Ja, een hele natte heuvel is dat, jongen, Mouw Klit. Nee, ziet je dat ze nog weer op. Het is een apart heuvel is dat, jongen, Mouw Klit, hè. Ja, dat heb ik niet. Maar mag ik niet dat mooie. Ja man, en de klit dat die heb, jongen. Ja, hele, natte, hele natte berg is dat, hè? Ja, Mout klit. Ja, Mout shit. Ja, hippakee. Ik ga even. Ik ben bij mijn arcade. Ik ben even bij mijn arcade, hè? Ja, dat is best wel een mooie hoop. Zo, even mijn kaart in. Ik ben benieuwd hoeveel geld er in de kast leg. Ja, dat kan ik ook maar niet wat goed hebben voor de problemen. Even kijken hoeveel geld er in de kast is, hè. Ja, manager, office, hoppakee, omhoog. En dan, oh yeah. Hoppakee, hoeveel geld zit er in de kluis? Misschien wel een heleboel misschien. Nou, ik hoop het wel, ja. Nou, open die kluis. Open die kluis, hoppakee. Rlop. Nou, zo, hoppakee. 145,41. Mooi zo. Dat geld heb ik ook weer even binnen, hè. Ja, precies, dat gaat er weer op. Dat heb ik ook weer binnen, hè, dat geld, hè. Dat komt niet op. Even kijken. Zo, dan ga ik eerst eventjes dat geld erop gooien. Nee, dat geld op de bank gooien. Konijnen trekken. Hero, Meesbank. En dan Depost. En dat geld gaat ook weer op de bank. Boppakee, zo lekker hoor. Ja, dat is even dat niet zo zet. Hoppakee. Ja, voor Frans, hè. Lekker even darten. Hoppa. Hoppakee, en nog een keer 60, kom op. Hoppa, nog een keer 60. Nog een keer 60, kom op, je kan het 180. Even checken. En 180 gegooid. Lekker man. Nou, dat is even dat moeilijkste in zat. Euro en 19 is 102 over. Euro en 42 over. En dan zeg ik euro 32 over. Dubbel 16. En, oh dat is mis. En dat is ook mis. Ja, en dat is ook mis. Wat een lul joh, gaat hier ook drie pijlen mis. Ja, ja, die dingen kun je maar weer gebeuren. En check. En dubbel check. Ja, weer een dubbele slotcheck, hè. Weer twee slotchecks erbij, jongens. Hoppakee. Gaat goed, jongen. Ik hoef geen check meer te kopen, jongen. Ja, dat is goed, jongen. Ja, dat is ook mooi. Man, ik ruk maar in de pleuris, jongen. Al die check van Ramon, hè. Ja, mooi. Man, al die check van Ramon allemaal, die krijgen allemaal gratis. Oké, gratis tweede slotcheck erbij, hè. Hoppakee, 162 over. En 102 over. Voor de verandering. En 42 over. En tweede eraf is 40 over. En dan. Check! 102 uitgegooid. En dubbel check. Heb weer twee stoffen check erbij, hè? Ja, dat is mooi, hè. Ja, dat is ook niet gek. Hoppakee.
Hiero. 85 gegeurd. Uppakee. 160. 60 erbij. En 120 gescoord. En 140 gescoord. En 1 gescoord. En 19 gescoord. En 16 gescoord. En dat is mis. En dat is ook mis. Godverdomme, dubbel 5. En dat is te hoog. En dat is ook te hoog. En check. Ja. En dan ook vooral die dubbelcheck. Ja, weer een dubbel. Weer een 2 sloppencheck erbij, jongen. Ik heb daar wel 6 sloppencheck al. Ja, ik moet je. Dat moet je. Helemaal weer super. Dat kan ook weer zo goed doen. Een beetje goed niet uitlast anders. En 42 en 10 is 32. Even een momentje, ik word even door eentje gebeld. En check. Hoppakee, 97. Hoppakee. En 80. En 100. En 84. En 64. Nou, dan kan je die gaan er ook nog wel bij. Oh, gek mis. Hoppakee, 44 over. En 4 over, 20 over. En game, shot. En de match. Gewonnen. Hoppakee. Zo, wij zijn gewonnen helemaal, joh. Oh, die zo, die moet er helemaal daar, oh, joh. Even checken pielen. Even checken draaien hoor. Oké, zo.
Hey, steeds succesvol. Mooi zo. Jippe de pip. Ah. Jippe de pip. Hoppakee. Vlakbij hem. Hup, hier staat hij ergens, jongens. Hier staat hij dan weer ergens. Hoor. Oh, daar heb je hem. Kijk, daar staat hij. Kijk, daar staat hij in zijn auto. Ja, dat doen we niet, want anders dan gaat mijn auto kapot. We doen gewoon even dit zo. Paf. Ja, als ik ze auto verrot schiet, kost het me gelijk mijn geld, hè, zo niet. Ramon, hey, waar is Ramon nou? Oh, Ramon, die staat nou daar zo, hè. Kijk, daar staat ook Ramon, daar. Daar staat Ramon, hoor, daar staat hij, hoor. Oh, te ver. Oh, te dichtbij, ja. Hé, hey, Ramon, hallo, jongen. Paf. Kiek. Is altijd skill Ramon na. Oh, daar staat weer hier, jongens, daar staat weer hier. Niks zeggen. Daar staat niks zeggen. Niks zeggen. Daar staat hij. Oh, daar is de politie. Oh, daar staat hij daar. Ah, oh, wat fucker. Ah, ja, ik heb je gewonnen. Ah, had het door dat ik hem aan het schieten was. Maar ik was toch sneller, jongens. Ik denk niet dat ik ga redden. Ik ga het niet redden. Omlaag. Ga omlaag. Nee, niet daar. Ga omlaag. En naar binnen. Nee, naar binnen. Juist. Ik zeg toch, naar binnen jij. Naar binnen. Naar binnen zeg ik. Naar binnen jij. Boef. Level 1. Nee, niet erop gaan zitten. Hup, daar ben jij. De pieper. De Rieper. Ping.
Some amateur enthusiasts are racing this car around a circuit. Stop it and take it and bring it in. Should be an easy one. Moet ik wel ergens heen? Hier ook, een keer naar beneden. Ja. Hier naar beneden. Oh. Oh, kut. Dan heb ik weer verkeerd gereden. Ik had daar mijn gemotten. Ja, sorry, maar ik ga even achteruit. Ik heb de verkeerde afslag genomen. Ja, heb je dat gehoord? Hoppakee, dan gaan we deze afslag. Hoppakee. Ja, rij ik weer verkeerd. Waarom neem ik nou een keer de verkeerde afslag? Heb ik weer de verkeerde afslag genomen, hè? Op. Nou, pak dan deze afslag maar. Kijk, daar rijden ze allemaal, die kutautootjes. Kijk, daar rijdt die, komt die. Die is het. Die is het, die... de stuiter die ik moet hebben. Wat voor drie dubbeltjes, gaat niet zo voorbij. Tikken we. Ja, ik heb hem al 300 keer geschoten, man. Vuile boef. Ah, chips. Ik moet even klem rijden, jongens. Ja! Godverdomme! Blokkeert mijn geweer die ik blokkeert. Wat een tering zo, joh. Nou, optieven. Jezus Christus, zeg, dat duurt echt lang dit. Ja joh, rijden we nog een keer tegenaan, joh. Ja, en nou ben ik je zat, godverdomme. Godver... Wat een tyfus laat je in. Schiet dan! Schiet dan, een lul! Wat een lul, hé!
Ja, dan neemt hij de benen. Ja. Nog niet. Hier schiet ik helemaal... Helemaal wapenarsenaal schiet ik gewoon leeg op je klootzak. Ik zal wel ontzettend veel schade nou hebben. Hoeveel is het? 12.000 schade, ja, mijn dikke neus voor je. Een dikke neusgat. Hier. Yeah. Oh, dan moet ik wel even die auto even weghalen. Ja, ik ga geen 3400 euro betalen. Kut auto. Doei. Dat kost me te veel geld. Ja, tuurlijk niet. Puile vieze knipoog. Oh ja, weet je wat wel leuk is? Dit is wel leuk. Wacht even, ga ik even bellen. Ja, bel even. 1-1. Oh, nee. Nee, niet 112, 911. Hallo, this is 911. What emergency service do you require? Ik wil de fire damper hebben. Oh ja. Tot u op, hier op zijn kopje. Ja, nou, ik heb de brandweer gebeld, maar het vuur is al uit hoor. Waar blijft de brandweer dan? Ik bel net de brandweer op. Ja, nou, weet je wat ik dan doe? Dan ga ik wat anders doen. Dan ga ik gewoon nog een keer, huppakee, en dan zeg ik 9-11. Neem ze niet op die homo's. Service you require. Nou, geef me dan maar de politie. Thank you. Police officers are en route to your current location. Ja, ik ga hem neerleggen, man. Ik ga slapen. Ik ga hem lekker neerleggen, jongens. Nou, ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie al als eerste op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Ik bedank Ramonski, hè. Het was weer een gezellige avond.
vond het weer hoog. Ja, ik vond het weer gezellig. Ik vond het weer een leuke stream, vond ik het weer. Het was wel weer gezellig. Nou jongens, groetjes van deze kant. En ik zou zeggen tot de volgende video. Bye bye. Hoi.